Hallo, welkom bij de tekentalentoren. Nou, leuk dat je kijkt. En we hebben hier weer twee speciale kandidaten voor de tekenbattle. En hoe heet jij? Milan. Milan tegen? Julian. Julian. En hoe oud ben jij? 8. 8 tegen? 6. 8 tegen, dat is toch niet eerlijk? Nou, dan moet je extra je best doen, hè. Als je deze verliest, nou, we zullen dat zien. Dus ga jij maar een krasje maken. En jij ook even een krasje maken hier. Milan. Oké, en dan ga je eventjes omwisselen. Gaan we even omwisselen. En dan hebben jullie 1 minuut de tijd. 3, 2, 1 en go! Wat gaan ze ervan maken? Oeh, ze zijn gelijk aan het tekenen, dus ze weten al iets. Oh, dat wordt een hartje. Dan moet je er nog iets bij maken. Hè? Maak er nog een beetje. Wat kan je bij een hartje nog bij maken? Misschien kunnen jullie een beetje helpen. Wat kan ik er nog bij maken bij een hartje? En wat wordt dit? Zomaar iets. Of een alien, dat was een alien. Ja, maar ik ga een hele enge alien van of zo. Een hartje tegen een alien. Even kijken hoe ver zijn we al. Ja, een halve minuut is voorbij. Jullie hebben nog 30 seconden. En dan gaan we met z'n allen even aftellen zo, hè. Hé, hey, dat lijkt wel een alien kip of zo. Van mij is die alien kip. Ja, dat heb ik een keer gezien, een alien kip. Oké, dan gaan we met z'n allen aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En stop, 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 stop. Kijk eens even. Ga eens even. Wat heb jij gemaakt? Een hartje met een pijl doorheen. Een hartje? Ben jij verliefd? Ja. Oh ja? Wow. Ik ook. Cool, hè? En wat heb jij gemaakt? Een alien kip. Ik wist het wel. Het is een alien kip. Nou, jullie mogen thuis bepalen wie heeft gewonnen. Zeg nog één keer je naam goed. Milan. Milan tegen? Julian. Zeg maar, schrijf even hieronder wie er heeft gewonnen. Tot de volgende keer. Zwaai maar eventjes zo. Doei!